Op zondag 2 juni vierde buurtvereniging De Vilheide uit Meel het 50-jarig bestaan. Dit deden zij bij De Hinde in Langenboom. Voor Jan Schol uit Meel was dit een hele bijzondere dag. Want plotseling was daar burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Kuik. En zij verraste Jan met een wel heel bijzondere waardering namens de koning. Wat fijn dat ik dan toestemming heb gekregen om bij jullie te zijn. Want jullie vieren vandaag het 50-jarig bestaan van jullie buurtvereniging. En nou zat ik eens even te rekenen, want volgens mij zijn jullie in 71 opgericht. Ik denk, dat klopt toch niet dan? Maar ik heb begrepen dat er vanwege corona en drukte hier, dat jullie het feest wat hebben moeten uitstellen. Nou, volgens mij is dat helemaal niet erg. Als je maar gewoon een keer gelegenheid hebt om het dan om het er wel goed met elkaar te doen. Dus ik wil jullie allemaal heel hartelijk feliciteren met 50 jaar en die 3 jaar extra dan al. Dan heb je over 2 jaar weer een feest. Proficiat. Kijk, is gewoon een applaus voor jezelf, hè? Dat is heel mooi. En ik heb begrepen dat jullie een ontzettende actieve buurtvereniging zijn. Volgens mij is de vereniging sindsdien alleen nog maar heel erg gegroeid. Niet alleen in aantal, maar ook in activiteiten. En dat kan natuurlijk alleen maar als je dan ook vrijwilligers hebt en een bestuur dat de schouders eronder zet. Nou, vandaag ben ik hier om een van die vrijwilligers eens heel even in het bijzonder in het zonnetje te zetten. En dat is iemand die al vanaf 1993 actief is voor de buurtvereniging. En hij, ik kan maar een beetje verklappen, hij was in 2009 was hij al een keer middenaar van het jaar. En dan heb ik het natuurlijk over Jan Schol. Kom maar naar voren. Maar ik ga het nu ook wel even officieel doen. Is dat goed? Ja, doe maar. Dus, dan zeg ik niet beste Jan, maar geachte meneer Schol. Oh, ja, dit hoor je een beetje netjes te doen. Oké. En dat doen we straks van Jan, is dat goed? Ja, dat is goed. U bent al 6 jaar actief geweest voor de kindercommissie van de buurtvereniging. Ook bent u al 17 jaar lid van de zogenaamde papiercommissie. En wekelijks bent u te vinden bij het inzamelpunt voor oud papier. Een belangrijke inkomstenbron van de buurtvereniging. Daarnaast bent u 25 jaar vrijwilliger geweest bij de stichting Kinderfeest in Meel. Vanaf 2002 zette u zich in voor de Meelse missievrienden. Ook op sportief gebied bent u een betrokken vrijwilliger. Want u heeft ook 16 jaar vrijwilligerswerk verricht voor voetbalvereniging Juliana in Meel. En verder bent u al bijna 10 jaar actief bij de bekende Raamvallei Duo Marathon in Meel. Ja, klopt dat niet helemaal? Minder, denk ik. Nou, maar we zeggen gewoon 10 jaar. Okay. Dat letten we allemaal niet zo op. En daarnaast, ik hoop dat dit dan wel klopt, bent u vrijwilliger voor carnavalsvereniging Germaanland in Meel ook. Ja, het is gewoon goed. Ook heeft u een heel groot zorghart. Want u bent mantelzorger voor uw broer. En u bent jaren mantelzorger geweest voor andere naaste familieleden. En ook bent u vanaf 2021 vrijwilliger bij Hospice de Cocon in Sint-Antonis. En over hart gesproken. U bent ook vanaf 2009 vicevoorzitter en bestuurslid van Hartveilig in Meelwest. Tot slot heb ik nog een anekdote, maar volgens mij hoef ik die helemaal niet te vertellen, over uw schoeisel. Ja, vertel het maar. Want ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen, maar ik zie het gewoon ook hier voor me, dat u gewoon altijd op slippers loopt. Ja, maar ik kan het ook een snel vanaf. Oh, kijk. Daarover heb ik het volgende citaat. Ook toen Jan zijn 25 jaar huwelijk gevierd heeft, had hij slippers aan. En een gast zei toen tegen Jan, je hebt een mooi pak aan, maar dan moet je alleen nog andere nette schoenen aan. Want je hebt nu slippers aan. En het antwoord van Jan was, al komt de koningin op bezoek, dan trek ik nog deze slippers aan. En inderdaad, zelfs ook als de burgemeester op bezoek komt, heeft Jan gewoon slippers aan. Mooi dat je daar zo consequent in bent. Beste Jan, meneer Schol.
U bent iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. En ik vind het fijn om te zeggen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik ga u nu de versiersel opspelden. Lang zal die leven, lang zal die leven. Hibbe de biep! Hibbe de biep! Piep! Los, hè? Ja, dat is